We staan hier vanavond voor het hart van Holland. Het hart van Holland dat bonst als nooit tevoren. Want vanavond vieren wij het 40-jarig bestaan van Actomat. Ja, en het wordt een hele bijzondere avond. Er zijn hapjes, drankjes, optredens. Maar wat verwachten mensen er nou zelf van? Wat je ervan vanavond? Ja, het wordt hartstikke leuk. Groot feest. Heel veel drinken. Een beetje gezellig met een drankje. Zoals je ziet, party! Nou, ik denk wel dat we de prijzen zullen winnen. Ja. Geweldig groot feest. Ik verwacht heel veel. En een kleine beetje. Nou, we gaan er een feestje van maken, toch? Superfeest! Denk je dat het een superfeest wordt? Ja, tuurlijk. We zijn toch allemaal smaar? Wat is nou uw mooiste herinnering aan het werken bij Actomat? De dag dat ik aangenomen werd. Ja, mijn collega's. Ja, dat is het allermooiste. Maar weet je, het is één hele grote familie. Er zijn geen allemaal, iedereen hoort bij elkaar. Dat is juist zo leuk voor Actomat. Dat je lekker 's middags thuis bent als je ochtenddienst hebt. Diversiteit, leuke collega's, gewoon een topwerkgever. Altijd gezellig en leuke mensen. Ja. Het is een ontzettend leuke organisatie met mensen die echt heel hard werken. En het zijn ook leuke mensen, ze zijn altijd direct, breed. Het is een hartstikke mooi bedrijf. De klanten komen binnen met een glimlach. Ze gaan buiten ook met glimlach. Leuke mensen, leuke klanten. Fantastisch mooi bedrijf. Dus ja, wat doe je nog meer? Wat wenst u Actomat voor de toekomst? Heel veel succes, dan heb ik het ook. Veel geluk en omzet. Meer stations, betere uitstraling nog, meer zichtbaar in Nederland. Gezond bedrijf, gewoon dat het goed gaat met deze crisis toch? Ja, gewoon top. Ja, ik weet. Nee, serieus. Dat ze allemaal bij WP komen en lekker free besparen. Dat het een heel mooi bedrijf wordt en dat je verder kan ontwikkelen in je kwaliteiten die je hebt. Kijk, als je koninklijk wil worden, moet je 100 jaar bestaan. Dus dan wensen we het 100 jaar bestaan toe. Het was een fantastische avond en ik denk dat beter kun je je 40ste verjaardag niet vieren, toch? Ben ik helemaal met je eens. Er waren geweldige mensen, leuke muziek, goede optredens. Het ziet ernaar uit dat het hier nog wel een tijdje doorgaat, maar wij gaan vast naar huis. Want... Nee, joh gek! Van Velzen is nu aan het spelen. Van Velzen? Ja. Baby Get Higher, dan ga ik nog even naar binnen. Thank you.
baby.